Ik heb 12 jaar lang op Aruba gewoond. En daar was ik lid van een serviceclub. En dat beviel me heel goed. Dus toen kwam ik naar Nederland. En na 12 jaar heb je natuurlijk geen netwerk meer. Dus ik dacht van, hoe kan ik hier mijn netwerk gaan opbouwen? Hoe kan ik hier weer vrienden krijgen? En ook nog iets goeds doen voor mijn omgeving. En toen is mijn blik gevallen op de Lions Club Neo-Brabant. Ik ben nu 2 jaar lid. En heel blij dat ik die stap heb gezet. Want het geeft, behalve dat het me inderdaad vrienden heeft opgeleverd, doe je ook iets voor een goed doel. En het is gewoon leuk om samen iets te organiseren en te ondernemen. Bij Lions Club Etten-Leur ben ik sinds 2 jaar eigenlijk actief. En ik ben daar lid geworden omdat ik uiteindelijk gevraagd ben om in de voetsporen te treden van mijn vader. Helaas is hij vroegtijdig overleden. En na een tijdje zonder Lions in ons leven, is er nu wel weer Lions in ons leven. En dat mag ik invullen met een hele fijne plaats in Lions Club Etten-Leur. Ja, de voldoening voor mij is dat je echt iets kunt neerzetten. Je kunt inderdaad geld geven aan een goed doel en dan voldoe je ook aan een goed doel. Maar ik vind het juist leuk om daar iets voor te moeten doen. Een rally te organiseren en dan geld op te halen en dat te geven. Dan heb je het echt verdiend. Of zelf actief je handen uit je mouwen te steken om dat goede doel gewoon op die manier te ondersteunen. Naast het feit dat de Lions goede doelen doet, is het ook heel erg leuk dat je eigen netwerk uitbreidt. En dat je dus uiteindelijk ook met mensen in aanraking komt die je normaal gesproken in een ander beroepsveld niet had gezien. Dus de Lions bestaat echt wel uit een club mensen met verschillende interesses, verschillende leeftijden, die uiteindelijk wel samen de binding hebben om het goede doel te supporten. En die vriendschappen die vind ik zelf wel heel mooi. Onze club is geen elitaire ballenclub. Ik denk dat je de meeste leden in onze club ook niet echt in hokjes kunt plaatsen. We hebben een hele diverse club. We hebben inderdaad, ik ben zelf advocaat, maar we hebben ook een DJ in de club. Dus wie je ook bent, wat je ook doet, als je hard op de goede plek zit, dan ben je welkom.